Oh, wie is dat? Nee, de Wall Rider. Hij gaat komen. Wegrijden, wegrijden. Kom aan, rijden. Mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe video van Outlast the Whistleblower. We gaan weer verder met deze voice game. En in de vorige video waren we hier bekannen door midden gezaagd. Crazy mensen. Ik dacht even. Ik dacht letterlijk even dat het gedaan was, maar. Oké. Maar iemand had juist op het juiste moment die gast weggeslagen. Wie is deze? Het is precies nog een die door midden gezaagd moest worden. Maar oké, we gaan eens verder. Ja. Oké, hopelijk duurt die game niet zo heel lang niet meer, want ik kan niet meer lopen, want mijn poot is gebroken. Hier is het rapste dat ik kan. Dus ik hoop... Uh-oh. Nee, ik wil niet. Fuck, niet. Maar ik kan niet lopen, hè. Oh, fuck. Ja, het is naar de kloten, hè. Oh, ik heb geen batterijen meer. Fuck. Fuck, mijn batterijen zijn op. Ik zie gewoon letterlijk niks nu, hè. Ja, nu is mijn andere poot naar de... Waarom spring ik ook door een raam? Ga maar in. Mijn poot was al gebroken en dan spring ik ook nu door een raam. Maar mensen, ik heb geen batterijen meer. Hoe kan dat? Ik had toch nog batterijen over in de vorige aflevering, of niet? Ik snap het niet. Loosjes, denk ik. Oh, man, er ligt wel een boek. Maar ik wil een batterij. Maar dit vrees ik al langer. Ik moet nu, totdat ik een batterij heb gevonden, voetspelen zonder night vision. Jammerlijk. Zoek batterijen naar beeld. Ja, ik kan niet toveren, hè. Ik kan niet toveren, mensen. Ah, hier ligt er een. Oké, I'm saved. Ik ben gered. Maar ja, ik moet erop terug een nieuw vinden, want deze batterij gaat zo terug plat zijn. Dus gebruik hem maar zo min mogelijk. Ik heb wel de indruk, mensen, dat de game ook niet zo lang meer gaat duren. Ik kan nauwelijks lopen. Ik ben eigenlijk daar, mensen. Exit. Ja, we moeten weer een key vinden, zoals altijd weer. En ik zie niks zeggen. Nee, ik heb het echt nodig, man. Maar er ligt er nog een. Zal ik een beetje raapje hebben, mensen? Jonas heeft een gemak op een werf omver gesmeten. Kan hem daar. Kan een raapje hebben? We moeten daar naar boven, Danny. Dat heb ik zelf gezien. Jammer. Ja. Oh,
Oh, daar zit een mens, oppassen. Dat is wel raad, hè, jongens. Dat is een laag snoem. Kunt je misschien opwetten? Oh, fuck. Oh, gelukkig. Dacht even. Hoe is dit? Daar hangt hier vol met luiken, of wat? Dat is hier een gymzaal. Joh, dit doet me echt denken aan de turnzaal in de Siba. No joke, gewoon. Ja, maar die was wel wat moderner. Je kijkt, ramen. Daar twee basketringen, hier hebben we een klimrek. Dus echt gewoon... Ja, maar die basketringen staan op de foute plek. Ja, die hebben we dan een Siba niet meer. Het doet me echt denken aan Siba, dus. Oh nee. Nee. Oh, laat ons voorbij. Nee, we gaan terug iemand achter ons aankrijgen. Het is niet waar. Oké, we hebben een batterij. Oké, dat is wel weer goed. Ik ben nog altijd in het kiels. Ik kan nu niet YOLO gaan lopen, hè. Dan... Waar is hem trouwens? Een sleutel. Het wordt weer een moeilijke missie, dat zie ik nu al. Wauw. Er zijn weer zoveel richtingen mogelijk. Ah nee, deze loopt dood. Ah, hier hebben we de key. Oppassen, Daniel. Oh, nee, die loopt. Oh. Ik kom maar niet. Oh, wacht, die kan er niet. Hij is zo wat raar. Wacht. Oké, voor batterij mag ik maar niet meer druk nu. Oké, maar die gast loopt dus. Als hij mij vindt, ik kan er niet van weglopen. Nee. Maar laat me door. Hoe moet ik ooit ontkomen van die gast met een gebroken poot? Ja, dat is wel jammer. Ah. Fuck, hij is weg. Ik zie hem niet. Daar lag nog een batterij. Ik had er nog een batterij gevonden, ik wil die eigenlijk wel hebben. Wacht, naar waar moet ik eigenlijk? Nee. Ja, hier is het. Wacht, kan ik niet achterover kijken ofzo? Ja, hierin. Klimmen! Wat? Shit, spul. Fuck, spul is gecrushed. Ik had het net gehad en dan crushed het spul. Godverdomme. Dus nu moeten wij weer beginnen vanaf die plus waar dat we die sleutel hebben gevonden. Allee, terug die sleutel pakken. Oké. Voor wat was die sleutel? Ja, voor die exiteur. Waarschijnlijk ben ik er nog niet vanaf, springt hij ze beet gewoon terug voor mijn neus. Voilà, dat is een wijnkelder, Danieltje. Ik zal er wel wijn mee pakken van de club, voor mij. Oké, waar is die exiteur? Oké, is die ook een pilaar gevallen? Ja, hier zo. Oké. Daar is hij. Nee. Voilà, het is weer van dat mensen. Daniel wordt weer aangerand. We're fucked. Mag! Mag! You can hang. Nee, wat gaat hij doen?
Die gaan ons ophangen of wat? Oppassen, Daniel. Terug, Peter. Ah, shit, shit, shit. We stikken. We stikken. Voorbij. Oh nee. We gaan sterven. Ik denk. Ik vrees dat het over is, mensen. Wacht. Oh. Wat ombreekt? Oh nee. Kom aan, kom aan. Kan oh, we hebben het toch overleefd. Het is al de tweede keer dat hij ons bij kan afmachten. Maar hij is dood. Oké. Dat is de mindere, hè? Zo net. Bon. Ja, ja, nu zijn we terug in die gymzaal. Dus ik denk dat we terug nog eens naar die deur moeten. Ah, en daar zijn we weer. Let's go. Mailboard. Mensen, zo te zien, is Jens nog niet dood. Het zal niet lang maar duren. Oei. Bosbrand. Oh, er een, de kerk staat in de fik, Daniel. Wie heeft dat nu wel gedaan? Waar zijn we nu? Hey, dat is een flikje. Hallo? Die zien mij niet eens, gewoon schuil op of zender nou. Want in Outlast 1 ben ik vermoord door flikje en daarmee is de game geëindigd. Dus als dat nu wij is... Dan zal ik u moeten herhalen. Zwijgen gewoon, joh, want Schari gaat dimmen. Dan vring ik uw nek om. Kom maar naar Keilbergje, maar niet om binnen te vreden. Nee, om mijn gemak op u te duwen. Daniel. Wacht, we moesten naar de mailward. Dus dat... Het is weer van dat. Kijk, ik zie niks. We zitten hier weer in een kliniek, hè. Wacht, was die deur open? Ja, hier stonden die flikkers juist. Maar ze zijn weg. Dicht. Oké, die is dicht. En die is ook dicht. De lift. Ja, nee, die marcheert niet. Ja, dan moeten we naar daar. Ook dicht. Dus dan is hier de enige optie. Moeten wij toe? Laten mensen. Moeten wij... Oh, ja, wat een mooie zonsopgang ook. Moeten wij toe met dat vuur ofzo? Voor mijn part fik dat kutgebouw weer af, hè. No, I don't care. Wacht, even reloaden. En verder. Oh, what the fuck, ik kan teruglopen. Mirakel. Mijn voet is op een of andere manier ineens genezen. Ziet er een stuk gezelliger uit hier.
En deze kamer ken ik ook nog, hè, want dit... Ik ben bang. Oké, okay, ja. Nou is het echt genoeg geweest, hè, om bij u gestookt. Dat is een grapje, mensen. Deze is ook een kamer die ik kan van uitlisten. De whistleblower speelt zijn eigen af voor en na uitlisten, heb ik gelezen. Waarom verzamel ik eigenlijk van die kutpapieren? Dat weet niemand. Wat heb ik eraan? Hè? Ik moet hier vechten voor mijn leven en ik zit hier papieren te verzamelen. Dat op school. Crazy mensen, hij zit een beetje rondlopen in een school. Dat is een kliniek, hè, jongen. Ik laat een beetje met die school in Mechelen. Wat zijn we dan? Kom maar. Recreation Hall. Ja, die is ook dicht. Dus dan moeten we naar. Dus dan moeten we naar hier. Als ik erbij was, had hij die deur gewoon ingetrapt. Nee. Als jij erbij was, dan was er wel een voet gebroken. Fuck al. Ga je zoveel... Naar beneden, zo... Daar, die deur. Nou, naar beneden dan. Naar beneden met die bitch hole. Hier komt hier... Oh, een rolstoel, dus dat kunt u gebruiken. Wat is het doel? Ontsnappen, Danieltje. In deze hal ken ik ook nog, hè. Mr. Park. Oh, we kunnen naar buiten. Ja. Die kid leeft nog. Stiergast of wat? Oké, we zijn weg. Oh my! Nee, we gaan toch niet weer dood, hè? Niet weer, hè? Allee, de geest weer. Alweer die wallrider, mensen. Nee, ik wil niet nog eens. Ik wil niet nog eens gemarteld worden door die wallrider. Weg, come on. Krapen, Milf, nu dat krapen. Sta recht. En loop naar buiten. Come on. Ja, we hebben hem buiten. Kan ik ruim van die trucks pakken ofzo? Hoe probeert Danny? Ja, we lopen gewoon naar de poort. Er zit een strompel, jongens. Ik heb geen sterflik, dan is het allemaal langs een bullen gelegen. Ja, come on, daar is de uitgang. Gaan we het nu wel overleven, alstublieft. Ik denk dat hem nergens spotten. Dat is nog altijd die auto, hè. Nou, we moeten in die auto gaan stappen, zie ik. Dat is die auto waarmee we kwamen aangereden. In Outlast. Komt iemand aan? Oh, wie is dat? Nee, de wallrider. Hij gaat komen. Wegrijden. Kom aan, rijden. Is het gelukt, mensen? Gaan we eagle hillpjes? Is het gelukt? Wat is nog niet gedaan, precies? Upload het document. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, life is over. Everyone you love is fucked. It's fucked. But yeah. It's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? We gaan nagedragen, mensen.
Ik moet een document uploaden of wat? Press left to upload footage. Oké. Okay. Ja, hij heeft om zeep geholpen, mensen. Hey, it's over! Dank u, mensen! Ik heb het goed gespeeld. Again, nu hebben we het wel overleefd. We zijn nog juist op tijd kunnen weggaan met die auto. Want anders had die geest ons weer afgemaakt. Maar mensen, dit was de whistleblower en de, ja, schitterende game. Maar we zijn er nog niet, we gaan de serie voortzetten op Outlast 2. En dat wordt de volgende stap. Het gaat waarschijnlijk nog intenser worden dan deze twee games tezamen. Maar ik heb er in ieder geval goesting in. Dus deze was de whistleblower weer. Dus yeah, tot de volgende video. Ciao. Later!